Amerikaanse steden. De Amerikaanse steden kennen vaak een CBD, een Central Business District. We vinden hier heel veel bedrijven en hoge wolkenkrabbers met kantoren. Buiten de CBD vind je de oude delen van een stad. Ga je verder naar buiten, dan vind je de opgeknapte wijken. Daar nog weer verder buiten vinden we gevarieerde soorten woongebieden. Daarachter vind je high-tech industrie. Industriegebieden binnen de stad zijn te duur en er is vaak ook niet genoeg ruimte voor. Industriebedrijven gaan dus ook buiten de stad vestigen. In Amerikaanse steden vind je ook edge cities. Dit zijn een soort mini-steden die ontstaan zijn aan de rand van een grote stad. Een CBD is vaak erg smal en is meer ingericht op het voetgangersverkeer met smalle straatjes. Edge cities zijn ontstaan toen er steeds meer mensen een auto kregen. De straten hier zijn breed genoeg voor auto's. Ook vind je er wolkenkrabbers en veel parkeerplaatsen. Gated communities zijn wijken die je ook terugvindt aan de rand van de stad. Dit zijn etnische wijken waar mensen bij elkaar wonen met hekken om hun wijk, zodat ze veilig wonen. Shopping malls zijn enorme winkelcentra die ook aan de rand van de stad te vinden zijn. Doordat veel bedrijven in shoppingmalls bij elkaar zitten, hoeven mensen uit de suburbs niet helemaal naar het CBD. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.